Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1140 met een uitzending voor vandaag, 22 november 2017. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag deel 4 uit de serie over geheime elektronica. Even een bericht tussendoor. Het heeft er alle schijn van dat ik de Acer inmiddels heb bedwongen. Die staat de hele dag al te werken, gisteren eigenlijk ook al, maar toen kon ik nog niet alles ermee. Maar momenteel lijkt het alsof ik ondanks het BIOS dat erin zit, toch gewoon Ubuntu op het ding kan draaien. Nou ja, ik ben tevreden. Ik heb van Jurgen PA3KC een aardig mailtje over de afhandeling van een stoorbron bij hem thuis. Er wordt wel eens geroepen dat AT in zo'n geval helemaal niets doet, maar dat is getuige dit verhaal in elk geval niet waar. Overigens is het wel zo dat AT beperkt mogelijkheden heeft om in het geval dat een buur niet mee wil werken deze medewerking af te dwingen. Jurgen schreef mij dus het volgende. Vandaag is AT bij mij geweest om samen met mij een stoorbron op te zoeken die het hele frequentiegebied van de airband besloeg tot 150 MHz. Al ruim een jaar had ik op de raarste tijden last van een stoorbron die de hele 2 meter band onbruikbaar maakte. De stoorbron was voor mij zeer lastig te lokaliseren. Met hulp van de AT-medewerker na een klacht door mij kon de bron na wat zoeken worden gevonden bij de buren hier vlakbij. De buren hadden sinds een jaar de halogeenverlichting in de keuken deels vervangen door LED-verlichting uit China afkomstig. En die zorgde op de tijden als men in de keuken was voor de QRM. Een grote pluim voor de AT-medewerker die uitvoerig heeft meegeholpen. Een echte professional aldus Jurgen. Verder de details over de LED-verlichting, merk etc. ontbreken, maar de buur liet al weten dat het uit China kwam. Tot zover dus PA3KC. In deel 3 van de serie over geheime elektronica hebben we het gehad over de Enigma en hoe de briljante Poolse codekraker Marian Radziewski al in 1932 in staat bleek om de code van de Duitsers te kraken. Ook maakte Radziewski een codekraakmachine die het werk waar anders 100 man aan zat te werken vereenvoudigde. Een machine waar Alan Turing later in Bletchley Park op voortborduurde, wat hij als eerbetoon uitte door dezelfde naam Bomba aan zijn eigen versie van deze machine te geven. Gedurende enige tijd was de Poolse geheime dienst zo dus in staat om de geheime berichten van de Duitsers mee te lezen. Dit veranderde echter op slag toen de Duitse militairen een kleine, doch uiterst effectieve wijziging op de Enigma uitvoerden. Men verhoogde het aantal beschikbare cilinders van 3 naar 5. Het aantal cilinders in de Enigma bleef gelijk, dat bleven er 3, maar er werd per keer een keuze gemaakt uit deze 5 verschillende cilinders, welke 3 daarvan in de Enigma zouden komen. Door deze wijziging werd het 10 maal zo moeilijk om de dagsleutel te achterhalen. Door deze en nog enkele andere wijzigingen konden de Polen de berichten niet meer meelezen. De Polen hadden hiermee wel iets gedaan dat heel belangrijk was. Ze hadden bewezen dat het theoretisch mogelijk was om de code van de Enigma te kraken. Dat de Polen niet meer konden meelezen gebeurde op een uiterst vervelend moment waarbij de Duitse krijgsmacht juist veel in sterkte toenam. Bij de overweging van een dreigende Duitse inval in Polen werd besloten om de waardevolle kennis over de Enigma die men had aan de geheime diensten van Frankrijk en Groot-Brittannië over te dragen. Het treffen waarbij de overdracht zou plaatsvinden vond plaats in het toenmalige Poolse bureau voor cryptografie van de geheime dienst in het Kabatibos ten zuiden van Warschau. De bekendmaking van het kraken van de code kwam met name bij de Fransen nogal hard binnen. Die hadden namelijk absoluut niet verwacht dat de hulp van de Duitse spion Asche, die zij aan Polen hadden doorgegeven, ertoe geleid had dat de Polen de Enigma zouden kraken. De Fransen hadden al die tijd de enorme waarde van de gegevens van Asche op dramatische wijze onderschat. De Britten en Engelsen kregen elk een door de Polen nagemaakte kopie van de Enigma, en dat dus al in 1939. De Fransen maakten hier zelf in 1940 4 kopieën van, waarvan er in elk geval eentje bewaard is gebleven. Die bevindt zich in het Joseph Piłsudski Instituut in Londen. Het waren daarop vooral de Britten die de werkzaamheden voor het kraken van de latere versies van de Enigma voortzetten. Het was vanaf dat moment Alan Turing die in Bletchley Park hieraan werkte. Hij begon daaraan in de eerste dagen van september 1939, kort na de overdracht van de informatie door de Polen. Met de voorkennis en het werk verricht door Marian Radziewski en zijn collega's kon de briljante Turing het raadsel van de Enigma vervolgens volledig oplossen. Niet zo bekend is dat ook Duitslands bondgenoot Italië de Enigma gebruikte. Het was ook daar vooral de marine. De geallieerden vermoeden dat het een ouder systeem was dat ook tijdens de Spaanse burgeroorlog een paar jaar eerder gebruikt was. Hierop kregen enkele mensen, hoogstwaarschijnlijk in Bletchley Park, de opdracht om van een bepaalde lettercombinatie die in het Italiaans veel voorkomt, te kijken of die lettercombinatie soms in de code voor kon komen. Na 3 maanden geprobeerd te hebben, werd geconcludeerd dat de gebruikte Enigma niet dezelfde machine was, of dat het simpelweg niet wilde lukken. Mavis Lever, een toen 19-jarige studente, bleef het echter tegen de orders van hogerhand in proberen, ook met een enigszins afwijkende variant van de letterreeks. Ze had daarmee succes, waarmee bevestigd was dat de Italianen inderdaad het oude systeem gebruikten.
Deze kennis leidde vervolgens tot een aantal successen van de geallieerden tegen de Italianen, waarbij het de gewoonte was om eerst een verkenningsvliegtuig op een gebruikelijke manier naar het doel weer te sturen en pas daarna een aanval uit te voeren om zo te verhullen dat de aanval op voorkennis gebaseerd was. Volgende keer gaan we verder over de Enigma. Later komen ook andere codeermachines aan de orde, waaronder de eerder al genoemde Russische Fialka uit de jaren 50. Bronvermelding: de research voor dit deel steunt zwaar op de tekst van het Spionagemuseum in Berlijn, op eigen kennis en onder andere op Wikipedia. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.